Auf Gleis 1 folgt der Regionalzug nach Sameel und zurück zur Metzel-Jeinskolperes in Samaden mit Anschluss an den Schnellzug nach Dosiskur. Abfahrt om 11:04. Station Pontresina, waar het wisselstroomnet van de Retische Baan eindigt en de met gelijkstroom gevoerde Bernina-lijn begint. Al even lang wordt de Bernina-pas als verbinding tussen het Engadin en het Poschiavo-dal gebruikt. In het begin als een moeilijk en alleen met lastdieren begaanbaar pad. Pontresina, gelegen aan het begin van de pasweg, groeide uit tot een belangrijke plaats. En werd ook het eigenlijke beginstation van de tussen 1908 en 1910 in gebruik genomen Bernina-baan. Pontresina in de jaren 50, met de GE 24-222 en de BDE-44 nummer 38. Deze werd in 1979 tot werkwagen XE44-9922 omgebouwd. De vroegste plannen voor de aanleg van een spoorlijn over de Bernina stammen uit het eind van de 19e eeuw, maar werden nooit gerealiseerd. De plannen werden vooral ingegeven door de wens om het ten zuiden van de Bernina gelegen Poschiavo en het aan de andere kant van de Bernina gelegen Engadin dichter bij elkaar te brengen. Het Poschiavo ligt tamelijk geïsoleerd tussen Italië en de Bernina, maar behoort wel degelijk tot het Zwitserse kanton Graubünden. Het had vooral zakelijk belang bij het ontwikkelen van een goede verbinding. De postkoetsverbinding tussen het Engadin en het Italiaanse Veltlin had een reistijd van zo'n 9 uur. Was oncomfortabel en had gezien de soms snel verslechterende weersomstandigheden nooit de zekerheid van vertrek en aankomst volgens de dienstregeling. Spoorlijnen in het hooggebergte hebben te maken met een belangrijke factor: de winter. Daarom voerde men op de in stappen in gebruik genomen Bernina-baan de eerste jaren slechts een zomerdienstregeling uit. Het gevaar van lawines en de onmogelijkheid om de sneeuw snel en veilig te kunnen ruimen maakte een doorlopende exploitatie onmogelijk. Het ruimen beperkte zich tot het vrijmaken van het spoor in het voorjaar. In de winter van 1912 is er voor het eerst sprake van een winterdienstregeling tot Alp Grüm. Na deze positieve ervaring besloot de Bernina-baandirectie de winterdienstregeling uit te breiden tot de gehele lijn. De beschermende maatregelen op lawinegevaarlijke delen van de lijn waren nog zo minimaal dat lange perioden van bedrijfsonderbreking geen uitzondering vormden. Daarom besloot men al in 1912 tot de aanleg van lawinegalerijen. Onderweg naar Ospizio Bernina maken we bij Bernina-Suot voor het eerst kennis met de elektrische sneeuwsloder 9218 op weg naar Pontresina. Met de hydraulische sneeuwploeg langs de pasweg, die in verband met de zware winterse omstandigheden afgesloten is. Geconcentreerd volgt deze Retische Baanmedewerker de verrichtingen van de sneeuwploeg, om zo nodig door middel van een afstandsbediening te kunnen ingrijpen. Het op 2256 meter hoog gelegen Ospizio Bernina is het hoogst gelegen station van de Retische Baan. Groot nadeel is dat de wind hier vaak vrij spel heeft en soms zorgt voor enorme sneeuwduinen. Verder naar Poschiavo is de inzet van de ploeg niet nodig. Al sinds de aanleg van de Bernina-baan veroorzaken sneeuw en wind veel problemen voor het personeel. Retische Baan stationschef Marco Bachmann over mogelijke problemen. Als we de wisselseinen niet meer zien, dan zouden we dus niet kunnen vertrekken. Om de dienstregeling punctueel te kunnen uitvoeren, wordt veel van mens en machine gevraagd. In een zware sneeuwbui komt in Ospizio Bernina de trein uit Pontresina binnen en moet wachten op de kruisende trein uit Poschiavo. Ook de conducteur wordt ingezet voor het schoonhouden van het wissel. Het wisselsein staat hier op zo'n 5 meter hoogte om ondanks de vele meter sneeuw toch zichtbaar te zijn. Bij veel sneeuw en wind is er veel werk voor de RHB-medewerkers. Nogmaals, Marco Bachmann. Ik weet het hier van mijn bureaubereik, waar even ook aanstrengend is. Ook hier vanuit het station moeten wij bij veel sneeuw een grotere inspanning leveren. De baanmeester heeft de verantwoording voor het sneeuwvrijmaken van de lijn. Hiervoor moeten veel mensen worden ingezet. Der Baumeister met zijn Leuten zuständig. Dat braucht zeer veel Leute. We werken met 2 sneeuwruimploegen. Daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk. Wij zorgen voor een veilige dienstregeling en voor het eventueel stilleggen van het treinverkeer. We maken die Verordnung en die Streckensperrungen, dat ze rauskommen en zo. Het ruimen van het spoor is de verantwoording van deze sneeuwruimploegen. Dat bezorgt eigenlijk in winter deze sneeuwtroeps. Voor het sneeuwruimen op de Bernina gebruikt de RHB tegenwoordig meestal de in 1967 in dienst genomen X-Rot ET 9218 en 9219. De 9218 opereert vanuit Pontresina en de 9219 vanuit Poschiavo. De beide elektrosleuders worden door een elektrische motorwagen of door een van de 2 meer systeemloks van het type GEM44 geduwd. Deze machines worden gevoed uit de bovenleiding. Maar in noodgevallen halen zij de energie uit 2 12-cilinder dieselmotoren. De opdrukmachine wordt door de machinist van de sleuder op afstand bediend. De energie voor zijn beide motoren haalt deze X-Rot uit het net. Of krijgt deze via een kabel van de opdrukmachine. Voor het noodzakelijke verbreden van de vrije ruimte gebruikt de RHB op de Bernina de ruimer X9132. Getrokken door een motorwagen maakt deze sneeuwruimer de vrije ruimte zo breed dat niet bij de eerste, de beste sneeuwbui of bij een krachtige wind het spoor weer onbegaanbaar wordt. De trein die hier in Alp Grüm binnenkomt, gebruikt de hydraulische sneeuwploeg XK 9143. Deze vervingen vanaf 1966 de handbediende sneeuwploegen. Op de Bernina-stations is in sneeuwrijke winters voortdurend RHB-personeel bezig om met de hand sneeuw te ruimen. Vooral op die plekken die al snel voor problemen kunnen zorgen, zoals bij wissels. Er zijn altijd mensen die zich ook in de winter bij zware sneeuwval geen ritje van en naar Alp Grüm laten onthouden. Verder naar Poschiavo, met de sneeuwploeg in actie. Deze zorgt ervoor dat de sneeuw tussen de spoorstaven geruimd wordt. Na Cavaglia kronkelt het spoor zich naar beneden, op weg naar het op 1014 meter hoogte gelegen Poschiavo. Hierbij worden hellingen tot 70 promiel overwonnen en wringen de treinen zich door krappe bogen met een radius van minimaal 50 meter. De echte liefhebbers van de RHB laten zich door sneeuw en lage temperaturen niet tegenhouden. Poschiavo, waar de winterse problemen voor de Retische Baan meestal ophouden. De sneeuwploeg wordt dan ook afgekoppeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de al bejaarde 151. Zes uur in de ochtend, min 19 graden Celsius. De elektroslorder 9218 is uit Pontresina vertrokken en maakt als eerste machine van die dag een rit naar Alp Grüm. De met ijs bedekte bovenleiding vonkt en knettert erop los en zorgt voor een spookachtige sfeer. Het spoor wordt vrijgemaakt van de sneeuw die de afgelopen nacht is gevallen of die door de altijd aanwezige wind op het spoor is geblazen. Deze eerste rit geeft de baanmeester ook een beeld van wat er verder die dag nog aan sneeuwruimwerk gedaan moet worden. Tijdens hun werkzaamheden geniet de bemanning van de sloorder van de mooie zonsopgang. Aangekomen in Alp Grüm is er nog even tijd om de bovenleiding stroomloos te schakelen, waardoor de machinist de gelegenheid heeft om veilig de op zijn machine verzamelde sneeuw te verwijderen. Een paar uur later in Pontresina. Het is ijzig koud, maar de zon is doorgebroken. In het station wordt weer een sneepvloeg klaargemaakt om voor een reguliere trein het spoor naar Ospizio Bernina te ruimen. In de 50er jaren, toen er minder sneeuw lag, kruisten hier de trein uit Tirano en motorwagen 9 elkaar. Laatstgenoemde doet na een verbouwing in 1953 nu nog dienst als hulpmotorwagen XE44-9920. Spoorploegen zorgen voor het ruimen van de sneeuw tot onder de bovenkant van de spoorstaaf. Dit gebeurt door tijdens het rijden een sneeuwploeg tussen de spoorstaven te laten zakken. Bij alle hindernissen als wissels en spoorwegovergangen moeten deze omhoog gebracht worden om ongevallen te voorkomen. Bij de oude met de hand bediende spoorploegen gebeurde het nogal eens dat de ploeg te laat omhoog werd gebracht, met alle gevolgen van dien. Sinds 1966 gebruikt de RHB hydraulische sneeuwploegen. Deze worden vanuit de cabine van de motorwagen op afstand bediend. Terug naar 1937 met motorwagen 22, die we nu na verbouwing nog steeds als nummer 30 kunnen bewonderen. Het sneeuwruimen is sinds die tijd niet wezenlijk veranderd. Eerst met een sneeuwsloorder een vrije ruimte van maximaal 3,60 meter maken, om daarna met de instelbare ruimer deze ruimte te verbreden tot maximaal 6 meter. Het ging er in die jaren ruig aan toe. En geheel ongevaarlijk was dit werk ook niet. De Bernina-baan, ruimer X-1002, werd naar Noors voorbeeld in 1937 door de Bernina-baan zelf in Poschiavo gebouwd. Gemonteerd op een goederenwagen waren de kleppen met de hand verstelbaar tot een maximale breedte van 6 meter. Bij zware sneeuwval ging het in die tijd als volgt in zijn werk. Eerst een dampsneeuwsloorder die het spoor ruimde. Dan de door een motorwagen getrokken verstelbare ruimer die de vrije ruimte verbreedde en de sneeuw verzamelde midden op het spoor. En tenslotte een tweede dampsneeuwsloorder die deze sneeuw opruimde. De nu gebruikte ruimer X9132 is het resultaat van een verbouwing van de X-1002. Met als belangrijke verandering dat de kleppen hydraulisch verstelbaar werden. En dat deze op afstand vanuit de cabine van de trekkende motorwagen bediend kunnen worden. Een beetje menselijke hulp is af en toe nodig. Deze in Zwitserland unieke ruimer zorgt voor grotere intervallen tussen de ruimwerkzaamheden. En men kan voor langere tijd volstaan met de inzet van de gewone sneeuwploegen. spoor is geruimd en de ruimer komt Ospizio Bernina binnen, gevolgd door de elektroslorder 9218. Om schade van lawines te beperken, laat men deze vaak gecontroleerd naar beneden komen. Hiervoor gebruikte men vanaf 1934 onder andere mijnenwerpers van het Zwitserse leger. Ook gebruikte men vuurpijlen, met een extra knallend vermogen om de lawines naar beneden te halen. Maar deze methode was bij sterke wind niet erg nauwkeurig. Extreem gevaarlijk was het om de lawines te veroorzaken met skiers. Uit de volgende beelden is te zien hoe een van de skiers onder de sneeuw verdwijnt. De geschiedenis zegt dat deze later ongeschonden onder de sneeuw vandaan gekomen is. De schade aan het spoor veroorzaakt door lawines was vaak groot. Speciale reparatieploegen zorgden na het ruimen van de sneeuw dat het spoor weer gerepareerd werd. Ook werd bij het sneeuwruimen gebruik gemaakt van de X-1001 sneepploeg. Deze ploeg voldeed alleen bij kleinere sneeuwhoogte en tijdens een regelmatige dienstregeling. Bij grote sneeuwhoogte en zwaardere sneeuwmassa's, zoals natte sneeuw of lawinesneeuw, voldeed de ploeg niet meer. De sneeuw hoopte zich dan voor de ploeg op en zorgde zo voor een steeds groter wordende rijweerstand. Niet zelden werd de ploeg door de duwende motorwagen uit het spoor gedrukt. Na zo'n ontsporing moest de sneeuw met de hand geruimd worden. Zo snel mogelijk werd de baanmeester op de hoogte gebracht van de ontsporing en deze zorgde dan weer voor de nodige handkracht om het spoor vrij te maken. Om de sneeuw snel, efficiënt en zonder problemen voor aanvang van de dienstregeling te kunnen ruimen, bestelde de RHB-directie voor de Bernina-baan een stroomdraad-onafhankelijke sneeuwruimer. Dit naar voorbeeld van de ruimer die vanaf 1896 de Gotthardbaan vrijhuurt van sneeuw en die daar probleemloos de metershoge lawines bestreed. Naar dit voorbeeld construeerde de Zwitserse locomotieffabriek SLM in Winterthur in 1910 speciaal voor de zware omstandigheden op de Bernina een zelfrijdende roterende stoomruimer. De keuze voor een dampsloider, zoals deze roterende sneeuwruimer in het Duits genoemd wordt, werd vooral ingegeven door de noodzaak om rijdraad onafhankelijk te kunnen werken. Voor de zelfrijdende aandrijving zorgde een 4-cilinder stoommachine op 2 3-assige draaistellen. Voor het water en de kolen werd een 2-assige tender gebruikt. Ook stelden de krappe bogen en steile hellingen speciale eisen aan de constructie. Zo ontstond een unieke machine, die ook wel gezien wordt als een zware stoomlok met sleudermogelijkheid. Maar vooral met de hulp van deze sneeuwruimtechniek lukte het om in de sneeuwrijke winter van 1911 op 1912 voor het eerst de lijn tussen St. Moritz en Bernina Hospiz op 2256 meter hoogte vrij te houden. Daarop bestelde de Bernina-baandirectie een tweede dampsteenslorder, zodat de gehele spoorlijn in de winter vrijgehouden kon worden. Voor de bediening van de slorder is 3 man personeel nodig. Een stoker achter op de machine tussen de tender en de ketel en 2 man voor de bediening aan de voorzijde van de machine. Om zoveel mogelijk energie van de ketel voor het ruimen te kunnen gebruiken, wordt de slorder door een motorwagen geduwd. Elektrisch wanneer er stroom via de bovenleiding voorhanden is of met een van de 2 meer systeemlocomotieven 801 of 802. Er wordt niet alleen met veel geweld sneeuw geruimd. Hier in station Ospizio Bernina worden met een straatruimer de perrons schoongemaakt. Tijd genoeg voor deze klus. Want in een van de lawinegalerijen bij Alp Grüm heeft een motorwagen niet de spoorstaven, maar het zich daartussen gevormde ijs gevolgd. Het resultaat was een ontsporing en stillegging van de dienstregeling. Na een aantal uren vertraging komt weer een trein uit Pontresina in Ospizio Bernina binnen. De verkeersleiding leek iets te optimistisch. Men moest toch nog even wachten. De machinist houdt iedereen op de hoogte. En mede door het prachtige weer lijken de passagiers er niet veel problemen mee te hebben. Wanneer dan met de binnenkomst van de trein uit Tirano het probleem opgelost is, kan iedereen weer verder. De ontsporing is opgelost, maar de hulptrein met het personeel die de klus geklaard heeft, moet nog terug naar de thuishaven Pontresina. De meersysteemmachine 802 en hulpwagen 9924 komen aan het eind van de dag terug in Ospizio Bernina. Nog even wachten op de kruisende trein en beide machines gaan weer richting Pontresina. Onder uitstekende weersomstandigheden rijden we met de hydraulische sneeuwploeg naar Poschiavo, waarbij aan de stang in het midden van de ploeg en de sneeuw die aan de zijkant wegspuit, goed te zien is dat deze naar beneden gebracht is. Alp Grüm, onder de meest ideale omstandigheden in de winter. Zonnig en met een temperatuur van rond het vriespunt niet al te koud. Een groot probleem in de winter is het functioneren van de wissels. Wordt door sneeuw of ijs de beweging van de wisseltongen belemmerd, dan kan dit grote gevolgen voor de treindienst hebben. Hier in Alp Grüm wordt de ruimte in de dienstregeling gebruikt om het station verder te ruimen. De elektrische sneesloiders 9218 en 9219 gelden als de opvolgers van de beide stoomsloiders 9213 en 9214. Ook hier wordt de hydraulische ruimer 9132 gebruikt. In de jaren 60 besloot de RHB-directie tot de aanschaf van 2 nieuwe sneesloiders voor de Bernina-lijn, die ook in geval van nood op andere delen van het RHB-net ingezet moesten kunnen worden. De 9218 en 9219 werden gebouwd door de Zwitserse firma Beilhack, specialist op het gebied van sneeuwruimmachines. Zij kunnen maximaal 6000 ton sneeuw per uur verwerken. De ruimbreedte bij deze machines is ook 3,60 meter. En ze zijn in staat om de sneeuw tot 25 meter weg te spuiten, waarbij de spuitrichting instelbaar is. De 1000 volt gelijkstroom op de Bernina-spoorlijn maakt de inzet van de X-Rot 9218 en 9219 op de wisselstroomlijnen van het RHB-net alleen mogelijk met een van de beide meersysteemmachines als opdruklok. Is de klus geklaard en zijn de weersomstandigheden ideaal, dan wanen wij ons hier in Alp Grüm met trein en al op het dak van de wereld. In een strenge winter heersen stilte en kou in Cavaglia. Op een zonnige winterse dag is het meer dan de moeite waard om hier eens uit te stappen. En alleen maar te kijken naar de omgeving en te luisteren naar de stilte, die alleen verstoord wordt door de Retische baantreinen en een enkele bezoeker. Minder stil is het in Ospizio Bernina, waar de ruimploeg de sneeuw rond de overdekte draaischijf ruimt, waar vroeger de stoomsloiders gedraaid konden worden. Wisselschoon en in de juiste stand gelegd. Voor deze ploeg komt daarmee de weg vrij voor vertrek naar Pontresina, oftewel naar huis dus. Een onaangename verrassing bij binnenkomst in Pontresina. De 9219, gestationeerd in Poschiavo, heeft een lage beschadiging en is de volgende dag niet beschikbaar. Er wordt een beroep gedaan op de in Pontresina gestationeerde 9218. Maar voor het ruimen vanuit Poschiavo staat de 9218 verkeerd. Werd vroeger dan gebruik gemaakt van één van de draaischijven om de stoomsleurder te draaien? Met deze machine doet men het anders. Tot slot een toch wel trotse Marco Bachmann. De laatste 20 jaar hebben we eigenlijk nooit meer een dagenlange onderbreking van het treinverkeer gehad. Dit in tegenstelling tot de Passtraat. Die heeft veel meer last van lawines en is daarom regelmatig gesloten. De Bernina-lijn is nu beter beveiligd tegen lawines dan vroeger. In de jaren 50 en 60 zijn veel lawinegalerijen gebouwd, waardoor het spoor de laatste 20 jaar geen dagenlange onderbrekingen meer heeft meegemaakt, zoals vroeger. Damit die Lawinen drüber gehen und so, ist eigentlich praktisch, ich sage, in den letzten 20 Jahren nie mehr tagelang gesperrt gewesen, wie einmal früher.